Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Dat spreekwoord is bij opgelicht regelmatig ernstig van toepassing. Zo ook nu bij een beruchte fake paardenhandelaar en serial dater. Neem dit gezicht even goed in u op. En onthoud dat geen vrouw veilig bij hem is. Hij maakt onder valse namen de laatste tijd volop slachtoffers via Tinder. Zijn echte naam is Serge van der Wulp. 45 jaar, klaploper, leugenaar en fantast, die in binnen- en buitenland menige cel kent. Opgelicht kent hij in de loop der jaren maar al te goed. Nee, je bent Serge, hè? Ja. Serge van der Wulp. Ja. Ik zou je graag wat vragen willen stellen. Van wat? Nou, het gaat om een heel groot aantal zaken over de afgelopen, zeker 10 jaar. Let wel, het was toen 2007. Al tientallen jaren is Serge op de vlucht voor zijn slachtoffers, justitie en zichzelf. Ik ken hem vanaf, 2005, toen hij mij een keer benaderd heeft om goede merries te kopen voor een zogenaamde nieuwe stoeterij die hij wilde beginnen. Want dat is van der Wulp ook ten voeten uit. Zichzelf voordoen als een succesvol paardenhandelaar. En met name was het opvallende dat hij altijd een andere naam gebruikte. Dus en het liefst een naam die een beetje standing had. Dus. Meneer Venter van Vlissingen, of Serge van der Vorm. Meneer Kwant. Stefan Schaper, hoe zou ik je noemen dit keer? Of gewoon Serge van der Wulp? Hij en de paardenwereld, hoe verhoudt ze dat? Ja, dat is het vreemde. Volgens mij heeft hij nog nooit op een paard gezeten. Maar hij weet er wel alles van. Emmy heeft haar eigen succesvolle stoeterij voor dressuurpaarden. En ja hoor, daar is Serge weer. Ik word er een beetje flauw van, omdat ik gewoon zie... Hij probeert het nou na zoveel jaar bij mij weer. Dan gebruikt hij gewoon de naam van een biljonair uit Frankrijk. En vraagt om goede merries. En als ik hem dan vraag van joh, kun je proef van identity sturen? Dan wordt hij link. En als ik er dan nog een paar opmerkingen over maak en zeg dan vervolgens Serge, jammer, probeer het maar bij een ander. Toen stuurde hij terug van de man waarover je het hebt is al lang gestorven. Die is in augustus 2019 overleden. Knap dat je weet over wie ik het dan heb, maar goed. Verzinsels over de dood, ziektes en bedreigingen als hij ontmaskerd is. Het zijn steeds terugkerende ingrediënten in zijn verhalen. Ik spreek je wel af tot boven de enkels. Je wil een paar dingen waar je eens mee kan pakken. Ja, nou, ik geloof het allemaal niet. Nee, maar hoeft ook niet. Ik geloof het wel jezelf. Slachtoffertje. Met Serge, hallo. Ik heb met mijn advocaat gesproken. Als ik om 2:30 geen telefoon van je heb gehad, dan ga ik een beslag leggen. Natuurlijk heb ik mensen benaderd en dat is ook niet goed. Dan ben ik ook een klootzak in geweest. Ja. Gewoon een teringlaaier, gewoon heftig. Ook in het geval van Emmy komt Serge onder een valse naam met de gekste verhalen. Ze is niet onder de indruk en plaatste recent een waarschuwing op Facebook. Het frappante was dat die post binnen een paar dagen 90 keer gedeeld was. En dat er zeker 40 mensen waren die mij benaderden. Het zij via Facebook of via apart mail, een privémail. Van joh, kan het die naam zijn? Kan hij dit ook zijn? Ik heb merries verkocht voor €50.000. Ik ben al ver gevorderd. Denk je dat hij het is? In no time tientallen meldingen over op zijn minst poging tot oplichting van Serge. Hoeveel er daadwerkelijk gelukt zijn, dat weet hij alleen. Het geeft ook aan, die man is amoreel. Die man heeft geen scrupules. En ik denk met name mijn collega's, fokkers, moeten gewoon gewaarschuwd worden. Want het geeft... Kijk, het lukt hem niet altijd. Maar het geeft zoveel stress. En zeker in deze tijd waarin we het allemaal moeilijk hebben, dat iedereen eigenlijk heel graag wil verkopen. Omdat je weinig kan verkopen. Je kunt met je paarden niet naar het buitenland. Je kan niks kwijt. Ja, weet je, jongens, pas op. Serge van der Wulp is tot veel in staat. Hij checkt onder valse namen in bij hotels om vervolgens niet te betalen. En hij weet alles over paarden. Maar zijn verleden haalt hem gelukkig steeds vaker in. Ook op het gebied van dating. We krijgen de laatste week weer de nodige meldingen over de man die met verkeerde intenties date bij de vleet. De redactie ontvangt een mail van een ongeruste moeder. Haar dochter is aan de haak geslagen door Serge. We kunnen bijna raden hoe hem dat gelukt is. We bellen met zijn nieuwste slachtoffer. Ik heb hem leren kennen een week of 6-7 geleden via een dating-app. Hij stelde zich voor als ene Bastiaan van 40 jaar oud. Ja, wat is je eerste indruk van deze Bastiaan? Een betrouwbare man. Een knappe man. Charmant. En charlatan.
Zo heeft hij ook onder een valse naam ingecheckt op dit Veluwse vakantiepark. Hij weet niet dat we hem daar in de smiezen hebben. Hoe gedraagt hij zich dan? Nou, erg in jou geïnteresseerd, zeg maar. Dat het eigenlijk met name om jou draait. Ik ben wel blij dat je er bent. Ik ook. Maar ik ben wakker met hoofdpijn. Hoe kan dat? Ja? Ik heb dit eigenlijk voor jou bewaard. Nou, misschien is je wel een slokje. Jij hebt hem weer ontmoet. Hoe is dat? Ik had, nou ja, een hekel wil ik niet zeggen. Maar ik voelde me ontzettend in de zeik genomen door hem. Maar toch, als je er bent, ga je toch nog even zoenen met elkaar. Ja, dat klopt. Hoe is je dat gelukt? Nou, ik denk wel echt dat het verstand op nul was, omdat ik iets te winnen had in dit geval. Omdat ik een auto op mijn naam had laten zetten en die auto had hij in zijn bezit. En hij stond op mijn naam en ik wilde wel heel graag die auto van mijn naam. Logisch, want Serge rijdt vrolijk onverzekerd rond. Wij spreken via Skype met nog een ex-vriendin en haar zus. Het is Serge gelukt een half jaar niet ontmaskerd te worden in Duitsland. Krankzinnige verhalen vormen ook in deze relatie de basis om de hele familie in te palmen. Und hat mir halt eine Geschichte erzählt, dass seine letzte Freundin, dass es 3 Jahre her sei und dass sie verstorben ist bei einem Verkehrsunfall. Mit der Geschichte hat das im Prinzip immer enger gezogen, die Bindung. Dass ich jetzt quasi die Auserwählte sei, die ihn endlich wieder öffnet nach diesem Tod und so weiter. My sister has never been in love this much. If it's okay to say it like that. Yeah, it's okay. What made me wonder was actually that I couldn't find anything about him on the internet. So. Well, what name did you know? I thought his name was Sebastian Swinkels. En jawel, ook nu weer een verzonnen naam met daaromheen ontelbaar veel en dezelfde verhalen. Dat hij vertelde over dat hij een vorm van kanker heeft gehad. Dat hij gezegd, hij woont in Amsterdam, Neue Prinsengracht. I didn't know how exactly he was earning his money. Er ja vorgegeben hat, auch großer Pferdezüchter und Pferdekenner zu sein. En dat hij zijn geld had verdiend. In Duitsland met een hotelketen en dat hij nooit meer eigenlijk van in zijn leven hoeft te werken. We also hear the stories that he died in a car accident. Well, that's very sad news. Oh, very sad. No. He pretends to be a little more than he actually is, but I had never expected that he's a fucking criminal. Well, that was your lover. Hey. Nu kan Franziska het allemaal voor zichzelf relativeren, maar dat is lange tijd wel anders geweest. Dat was die eerste, also in de eerste Woche heb ik dat überhaupt niet richtig realisiert. Da heb ik einfach nur funktioniert, Polizei, Behörden, Anwalt, alles Mögliche gemacht. Und so in Woche 2, 3 bin ich wirklich zusammengebrochen, eigentlich so kann man sagen, ne? Ja. Und heb dann auch relativ schnell erkannt, dass ich professionelle Hilfe brauche, weil ich nachts nicht schlafen konnte, weil ich wirklich so Angst hatte. Ich war seit dem Zeitpunkt nicht einmal wieder in meiner Wohnung, weil er die kannte. Ich habe die Wohnung gekündigt. I feel like he is, I don't know, a lost soul. Why do you think it's important to do this interview with me right now? Weil ich glaube, dass das noch so einer der letzten Schritte oder der letzte Schritt für die Verarbeitung ist, dass jetzt um einfach andere Frauen vor ihm zu schützen, weil ich möchte wirklich nicht, dass irgendwie jemand das nochmal durchleben muss. Und dann hat er mich, ich glaube, 25, 30 Mal am Tag angerufen, hat angefangen, euch allen, also meiner Familie, alle zu schreiben, allen also WhatsApp-Nachrichten zu schreiben und hat richtig angefangen zu terrorisieren, gedroht. Er hatte Gespräche aufgezeichnet und also total, total gaga. Krank, wirklich. Ja. Ja. Wie viel Geld hat das gekostet? Mit allen Sachen zusammen, circa bei 10.000 Euro. En dan te bedenken dat Serge ondertussen vrolijk verdere levens kapot probeert te maken. En dat was tijdelijk, gelukkig. Tijdelijk, jouw partner, jouw vriendje. Ja, 6 weken lang, ja. Ja, hoe zou je die 6 weken willen samenvatten? Het waren 6 mooie weken.
toen we in dat sprookje leefden, dan is het een ontzettende fijne man. Maar uiteindelijk eindigt het in een nachtmerrie. Als je erachter komt wat hij doet, wat zijn beroep is, wie hij is. Serge heeft op dat moment nog een relatie. Vanwege de coronacrisis besluiten we de hele ontmaskering van een afstandje te volgen. Volgens mij heb jij het wel. Ik denk niet dat ik corona heb. Nee? Nee. Nou, dan ziet hij er wel uit. Lekkere billen heb je weer. Oh, je vriendin is er weer. Dus het takkenwijf is er weer. Takkenwijf, ga maar even lekker naar de bosjes met de takkenwijf, denk ik. Hè? Ja, dat komt aardig. Hoi, schat. Hoi, lieverd. Ah. Ik zeg, Kees, ik zeg, wil je even een beetje afstand nemen van iemand? Nee, zegt ze. Ik was net aan het denken, zegt ze, wat ik nog wel nodig had. Hoe is het, zegt ze, of zoiets. Klopt hem op zijn schouder. Gaat het goed? Nou, met zijn karma ietsje minder. Heb je pijn? Ja. Je zou haast medelijden met Serge krijgen. Voor zijn vriendin is het tijd om tot een oplossing te komen omtrent de auto die door zijn toedoen op haar naam staat. Waarom laat jij überhaupt een auto op jouw naam zetten? Omdat hij het verhaal opspelde dat hij langdurig in Duitsland heeft gewoond, geen DigiD heeft. Maar je moet hem toch over kunnen zetten op jouw naam? Ja, hoe dan, schat? Ik heb geen adres in Nederland. En hij heeft eigenlijk niet direct gevraagd of ik die auto op mijn naam wilde zetten. Maar dat heb ik toen zelf aangeboden. Slim van hem. Ja. Niet vragen, maar wel jezelf in laten zien dat jij het gaat vragen. In hoeverre heeft de verliefdheid een rol gespeeld hierin? Nou, ik denk 100%. En zo is het Serge gelukt om vervoer voor zichzelf te ritselen. En ach, daar kan dan nog wel een leugentje bij. Ja. Ja, gelijk al. Heb ik je ook gestuurd, toch? Dezelfde dag. Wat hij haar gestuurd heeft, is een online aanvraag onder een valse naam. De auto is nooit door Serge verzekerd. Tijd om orde op zaken te stellen. Wat is dat? De brief dat je de auto op jouw naam zet. Oké. Nou, doe ik dat. Wil je de auto meenemen? Nou, dat is ook een optie. Wat ik gewoon heel vervelend vind. Ik snap niet zo goed waarom je dan liegt over wie je bent. En... Heb je daar hoofdpijn van? Ja, daar heb ik hoofdpijn van, ja. Daarom kom je hier naartoe? Ja. Nou ga je weer wegwerken? Nou, zo wel, ja, denk ik. En dan is het voorbij? Nou, dat kan je zelf ook bedenken, toch? Dat het voorbij is. Oké. Wil je nog niet met mij in Enschede wonen? Nou, dat wilde ik wel. Tot je mijn hoofdpijn bezorgde wie je bent. En wat je beroep is. En wat je... Waar jij je geld mee verdient. Dat is niet het circuit waar... Dat doe ik helemaal niet. Nee, dus internet, alles wat ze over jou schrijven... of over de naam die jij... waar je onder daar bekend staat... dat is niet jouw beroep. Nee. Oké. Niet waar. Oké. Ik heb ook die banken gedeeld in 2005. Serge doet nog een laatste poging... zijn zoveelste ware liefde niet te laten gaan. Ik wil niet weer iemand verliezen. Moet ik je mijn afschriften laten zien? Nee. De bank hebt? Nee, ik hoef niet te weten wat je verdient. Maar Serge is Serge en stuurt de afschriften toch. Je zou toch bijna gaan twijfelen. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet hetzelfde vervalste afschrift met verschillende namen naar andere exen sturen. En zo is hij wederom zijn vervoer en een vriendin kwijt. Maar gelukkig heeft hij zijn hondjes nog. Welke naam hij ook verzint, wees gewaarschuwd als je met deze man gaat daten. Hij is hotelpiraat en fake paardenhandelaar. Maar hij is zeker niet de ideale man die hij beweert te zijn. Dit was Opgelicht voor vandaag. We blijven de hele zomer actief op internet om oplichters aan te pakken. Mail ons uw klachten en volg ons op onze site. Het kan u zomaar geld schelen.